Ik lig in een kist. Een doodskist. Tijd voor zo'n wat tijdelijke eeuwige rust. Ben je er klaar voor, Marco? Ben je ooit klaar om te sterven en begraven te worden? Hallo. Hey, Marco. Eddie, Jumping Eddie Downs. Hier is de Funbury. Paniek of wat dan ook, dan druk je op een knop, een rode knop, bam, dan is er weer er gelijk uit. Geen probleem. Uiteindelijk komen we er allemaal terecht, hè? Uiteindelijk wel, ja. Klaar voor het graf. Af. Je hebt wel een matrasje, zie ik. Ja, het ligt ook prima eigenlijk. Daar gaat hij, hè? Ja. Er zou hier ergens dus een grote rode knop zitten, maar die kan ik dus helemaal nergens vinden. Dit is party, dit is feest, dit is uniek, hier in X-Feest kanaal, Jumping Eddie's Funbury. Je hebt het zelf uitgeprobeerd, wat gebeurt er met iemand? Ja, het is ontzettend raar wat er gebeurt, er gaat van alles door je heen. Heel vreemd, en ik kom in een gemoedstoestand wat echt fantastisch is. Net zoals je bungee jump hebt, en ga je, dat doe je ook voor de kick. Je doet iets wat eigenlijk heel eng lijkt. En in de praktijk, als je dan onder de grond ligt, dan valt het misschien wel mee. Ja, maar dan ben je dood, Eddie, in de praktijk. Ja, je zou ook kunnen denken aan tweepersoonskisten en er zijn zoveel mogelijkheden. Je zou je bijna afvragen, hoe hebben we het al die tijd zonder Funbury kunnen doen? Heb je wel eens meegemaakt dat iemand helemaal gek werd, Eddie? Ik heb dat nog niet meegemaakt.